Vanavond vindt hier in het Wartburg College het Groot Leerpark Dicté plaats. En dit dicté wordt voorgelezen door oud-minister Marja van Bijsterveld. Tegenwoordig de kersverse voorzitter van de stichting Lezen en Schrijven. De ridders van de Nederlandse taal zijn er helemaal klaar voor. En zij verheugen zich op een ouderwets Hollands dicté. 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Zin 1. 30 november 2013 was de datum waarop 200 jaar geleden toenmalige prins van Oranje, Willem Frederik, op een Brits oorlogsschip de Noordzee overstak. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, 2,5 jaar geleden met veel tamtam ingesteld om de viering van dit heugelijke gebeuren te organiseren en te coördineren, wordt bemenst door een aantal BN'ers, zoals de burgemeester van Den Haag, hij was minister van Buitenlandse Zaken. Waarom doet u mee vanavond? Ik hou van taal. Hoe hebt u zich voorbereid? Ja, heel goed. Nee, helemaal niet. Welke woorden vreest u vanavond? Die hele lastige, die je niet weet hoe je ze moet spellen. Zit u het groene boekje nog even digitaal op te zoeken? Nee, ik zit even mijn statusupdate voor Facebook te doen, waar ik ben vanavond. Facebook, hoe spel je dat? Ja, op zijn Engels, hè. Dus het is een woord uit het Engels. F-A-C-E-B-O-K-O-K. Ik ga er helemaal van stotteren. Ja, dit gaat al niet goed. Nee, dit gaat niet goed. En ik geef nog wel Nederlands, dus het is helemaal een slecht teken. Is dit een uitdaging? Ja. Ja hoor. Maar heb je niks leuks te doen s'avonds dan naar zo'n ellendig dicté te gaan? Nee, ik heb niet zo heel veel te doen eigenlijk. Wat zijn nou moeilijke woorden voor u? Nou, ik heb best wel een brede woordenschat, dus we zullen zien. Er zijn geen moeilijke woorden voor u? Ja, natuurlijk zijn er wel moeilijke woorden, maar ik weet niet wat er in de dicté tegenkomt. Dus hier staat gewoon al de winnaar? Misschien. Hoe hebt u zich voorbereid? Dat heb ik niet. Niet? Nee. Nou, u bent wel heel erg zelfverzekerd. Nee, ik ben gewoon realistisch. Ik weet niet zeker of ik ga winnen, maar ik doe mijn best en we zien wel. Het woordje bruskeren, hoe spelt u dat? Goeie, dat weet ik niet. Ja, daar begint het al, hè? Ja, maar wie zegt dat die woorden erin voorkomen? We zullen zien, zei ik. Evident. U blijft wel doorgaan, hè? Wat zijn de spelregels vanavond? Oei, dan vraag je me wat. Nou, in ieder geval dat het dicté dus voorgelezen wordt, eerst in zijn geheel en dan in brokken. Op een zodanige manier dat de leerlingen het goed kunnen volgen, de schrijvers. Speciaal voor brassbands, fanfares, symfonieorkesten, carillons en pirementen. Verder is het zo dat we hebben per categorie een corrector. Die kijkt het na en dan komt het bij de jury, die kijkt het nog een keer na. En verder hanteren we de officieel erkende spelling, waarbij we soms ook wel moeten erkennen, maar dat is van tevoren allemaal vastgelegd, dat er ook twee mogelijkheden zijn. Hebt u mee moeten doen aan een voorronde? Ja, gedeeltelijk. Ja. Dus u bent een van de knappe koppen? Ja, ze zeggen van wel. Het woordje coöperatief, hoe spel je dat? C-O en puntjes op de O. P-E-R-A-T-I-E-F. Ja, helemaal geslaagd. Evident. Ja, E-F. F-I. Ja. Dat bedoel ik. Ja, dat is lastig. Zijn de woorden die u vreest? Ik word niet blij als ik het woord Przewalski-paard voorbij hoor komen. Nee. Mevrouw van Bijsterveld, u bent de kersverse voorzitter van Lezen en Schrijven. Waarom is het zo belangrijk, een dicté als vanavond? Nou, dat betekent dat voorafgaand daaraan is er vast in al die scholen heel goed geoefend. Want daar is natuurlijk de wedstrijd eigenlijk begonnen. En betekent dus dat jonge mensen eigenlijk heel duidelijk bezig zijn geweest met taal. Niet alleen maar naar tv kijken en luisteren wat daaruit komt. Maar juist ook lezen, zelf schrijven. En toepassen van taal is eigenlijk de beste manier om taal echt te leren. Dus dat is belangrijk. Nou, vandaag krijgt het alle aandacht. En het is natuurlijk heel mooi dat er niet alleen leerlingen zijn, maar ook mensen uit Dordt die gewoon zeggen, ik doe mee, ik vind taal belangrijk en ik wil ermee bezig zijn. U bent de voorstander van taalverbetering.
Zeker. En taalgebruik. En dan niet passief, maar echt actief. Lezen, schrijven. Dat maakt dat als je ooit een goed taalniveau meegekregen hebt vanuit het onderwijs, dat je 20 jaar later ook nog vlekkeloos een mooie brief kan schrijven. Nou leest u het dicté voor. Goed. Is het een moeilijk dicté? Ah, het is best wel pittig. Tipje van de sluier? Nee, ik mag er niks over zeggen. Ik zou zeggen, luister heel goed. En we gaan beginnen, dus ik moet nu naar binnen. Succes. Dank. Een x-aantal deelnemers zal ongetwijfeld volgens een vooropgezet procedé uit ten treure de muzikale passages oefenen. Om niet na een traject op zijn Jan Boerenfluitjes een product van Lik Me Vestje in te zenden. Punt. 6. Ook Dordrecht viert mee. Dubbele punt. Dit jaar presenteert het Dordrecht Museum in het kader van het Nederland-Ruslandjaar en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in samenwerking met buitenlandse musea een grote expositie over de beroemde in 1850 geveilde kunstcollectie van koning Willem-Alexander's overgrootvader Willem II en diens vrouw Anna Palona. Punt. Zin 7. Komt dat zien? Uitroepteken. Dat is het. De ergernis in de dicté? Ik vraag me nog steeds af of upload nou met dt is of niet. Het is toch een dt-fout. De ergernis, ik vond het eerlijk gezegd, ze las een beetje snel. Dus ik moest af en toe echt doorploeteren om bij te houden. En dan heb je niet veel tijd om na te denken over een paar van die woorden waar je eigenlijk wel even een paar seconden de tijd voor zou willen hebben. In het kabinet Rutte 1 konden ze ook al niet bijhouden hoor, dus dat klopt wel. Ja, dan gaan we zien of we in ieder geval Wim Kok 2 juist gespeeld hebben, toch? Hoe ging het? Nou, het viel nog tegen, moet ik zeggen. Ik op een gegeven moment wist ik niet meer hoe Curaçao ze moest schrijven. Dus ik denk dat ik dit fout heb. Maar er zal wel meer fout zijn. Ik denk het wel. Hoe zou u het dicté willen omschrijven? Ja, een beetje verschillend, hè. Die laatste zin was natuurlijk heel makkelijk. Maar zeker zin 3 was heel moeilijk. Ja, dat vond ik. En ik vond het wel snel gaan ook. Ja, maar ik vond het niveau wel leuk. Nou hoorde ik net iemand zeggen van mevrouw van Bijsterveld las het wel erg snel voor. Ervoert u het ook zo? Ja, wel best snel. Ik denk dat ze ook niet dagelijks dictées voorleest. Maar ze had misschien iets rustiger kunnen doen, maar het ging wel. Hij was in ieder geval wel makkelijker dan vorig jaar. Makkelijker? Ja, vond ik wel. We zullen het resultaat afwachten. Ja, want wat waren de ergernissen dan voor u of waren die er niet? Nee, op zich niet. Alleen, ja, er zijn toch altijd wel woorden waarvan je denkt van, ja, hoe schrijven ze? Maar niet, dicté op zich viel op zich wel mee. Dus als u het dicté zou moeten omschrijven, hoe doet u dat dan? Te doen. Nou hoor ik gemiddeld zeggen mensen van, nou, 25 fout. U had het net over 5 fout. Sorry. U mag niet met volle mond praten, meneer. Maar u stelt mij een vraag als ik mijn mond net vol. Heerlijk. Nee, wat ik zei is, ik denk dat de winnaar er minder dan 5 heeft. Maar het gemiddelde ligt veel hoger. Ja. Maar denkt u dat er vanavond iemand is met minder dan 5 fouten? Nou, dat hoop ik. Mevrouw van Bijsterveld, mag ik even interveneren? Ja. Nou, dat is een heel ingewikkeld woord, maar u spreekt het in ieder geval al goed uit. Dat is ook heel wat. Dank u wel. Graag gedaan. Een kleine klacht vanuit de deelnemers. Ze vonden dat u het te snel voorlas. Echt waar? Oh. Ik heb het nu een paar keer al gehoord. Och jee, ja, ik praat inderdaad snel. En voor mijn gevoel was het een slakkengang. Ik keek ook elke keer naar die jonge luidjes voor me. En als dan die kopjes weer omhoog gingen, dan dacht ik, ja, ik kan weer verder. Maar het is het Wartburg College, niet de Tweede Kamer. Nee, dat klopt inderdaad, dat is waar. Maar temporiseren. Temporiseren, ook een prachtig woord. Mevrouw, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. De winnaar van vanavond. Ja, ik heb het begrepen. 11 fout. 11 fout, ja. Kunt u ons laten zien wat de fouten zijn? Die liggen eigenlijk... kijk, hier staat een trema. Ik
Ik had niet in de gaten dat dat een die verbinding, dat daar geen trem aan moest. En papiamento en de hoofdletters en de streepjes. Hey, daar ook een hoofdletter. En deze streepjes. En dat streepje. Had u het verwacht? Nee. Na alle verhalen hier om me heen dacht ik, volgens mij heb ik veel meer fout. Maar ja, was niet zo. Volgens mij zat ik er net onder hoor. Nee. Nou krijgt u zo'n dicté. Had u van tevoren veel geoefend? Ik had wel een klein beetje in het groene boekje gekeken om even wat dingetjes na te kijken. En wat gaat er nu door u heen? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik doe elk jaar met dat nationaal dicté mee. En dan zit ik met mijn dochter op de bank dat te schrijven. En dan denk ik, nou, ik zou eigenlijk wel eens mee willen doen met zo'n dicté. En nou heb ik het gedaan, vind ik het eigenlijk wel erg leuk. Geniet ervan. Bedankt. Mag ik nog even uw naam? Maaike Notenboom. Is dat M-A-A-I-K-E? Ja. En noten, is dat? Notenboom, zonder N in het midden en met één O. Dus notenboom, oude spelling. N-O-T-E-B-O-O-M. Juist. De ridders van de Nederlandse taal hebben inmiddels de arena verlaten en zijn een beetje moe gestreden van alle komma's, gedachtenstreepjes, punten en moeilijke woorden. Maaike Notenboom, ja, die mag zich een jaar lang de winnaar van het Groot Leerpark Dicté 2014 noemen.